opening wordt verzorgd door Magda. Want Magda is een speciale zwemgast bij ons. En Magda doet dit jaar voor de 10e keer mee. Dus ik wil graag een applaus voor Magda. Magda, gefeliciteerd. En je krijgt van ons een 10 banenkaart, dus dat je ook na de zwemvierdaagse nog bij ons kunt zwemmen. Ja. Na je zwemmen. Bas van Kalken, vertel me eens iets over deze zwemvierdaagse. Deze zwemvierdaagse wordt voor het eerst door sportbedrijf Almelo gehouden. Daardoor werd alles door de vereniging gedaan, de Venen. Maar wij hebben het voor dit jaar overgenomen. En zoals je ziet is het aardig druk met veel zwemmers die ontzettend veel plezier hebben. En op zich gaat het dus heel goed. Ik denk dat er ongeveer 200, 250 komen er vandaag. Dus dat is al heel goed. De oudere mensen zwemmen 20 baantjes, dus twee keer over 10 banen. En de kinderen zwemmen gewoon 10 banen. Oftewel 250 meter. De ouders 500 meter. Maar je ziet dat heel veel kinderen met de ouders ook een dubbele afstand zwemmen. Dus dat vind ik allemaal top. Er zijn 5 dagen en ze mogen er 4 van zwemmen. Dat klopt, ja. Ze hebben dus 1 smokkeldag. Dus als ze zeggen van wij kunnen het niet, of wij gewoon een andere afspraak of wat dan ook, kunnen ze 1 dag overslaan. Als ze maar 4 zwemmen. En als ze er 4 hebben gezwommen, krijgen ze een stempel. Van mij mag je er rustig 5 zwemmen. Dat is natuurlijk altijd meer. Of in plaats van 20 banen, 40 banen kan ook. Wordt niet nagekeken? Daar wordt dan niet nagekeken. Als je maar 2 keer heen en weer gaat als volwassene. Ja.